Maar de Libelle heeft natuurlijk al, ja, een beetje voor nou, laat ik zeggen, de highbrow in Nederland een beetje tuttig image van Libelle. Dat damesblad, wat moeten we daarmee? Maar ze timmeren behoorlijk aan de weg de laatste tijd. Hè? Ja, ik vind nergens op slaan, want ik las net nog ergens dat blad met die breipatronen. Er heeft in geen jaren een breipatroon ingestaan. En toch denk je dat, ja. En dit is gewoon niet waar. Achterin doet Ebru Umar columns met bekende Nederlanders. Korte interviewtjes. Nou, daar stelt ze pittige vragen. De politiek schuwen we niet meer. Het Libelle Nieuwscafé, dat timmert aan de weg. Ja, want alle politici komen daar zo'n beetje in. Ze komen er dolgraag, want ze vergeten dat het blad door 2,7 miljoen mensen wordt gelezen. En waarvan 700.000 man, hè? Dat is allemaal uitgezocht. Zoveel nog? Ja. Maar doen ze dat dan stiekem of zo? Want ik heb nog nooit een man zien lezen misschien, in de Libelle. Nee, natuurlijk niet. Dat doen ze op de wc of op de slaapkamer. Maar ik vind het helemaal geen mutsenblad. Het zou een geuze titel moeten zijn. Hoe lang zit u er nou bij? Hoe bent u erbij gekomen? Ik heb een brief geschreven dat ze gek zouden zijn als ze mij niet namen. Zo? Ja, echt. Ik wilde dat heel graag. Daar hield een columniste op. Ik zag dat zij wegging. En al 4 jaar had ik dat gelezen. En ik dacht, dat kan ik ook. En ik vind het saai wat ze schrijft. En wil ik. En ik schreef al columns voor de Dorpskrant. In Groningen, waar we toen woonden. Toen heb ik wat stukjes opgestuurd. En tot mijn verbazing hebben ze me aangenomen.